Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn veel producten van november en december laten zien. Ondanks dat het producten zijn van 2 maanden, zijn het er echt heel weinig. Dus dat betekent dat de favoriete producten de overhand hadden deze 2 maanden. Wat natuurlijk hartstikke fijn is, maar goed. Ondanks dat heb ik toch een aantal producten die ik niet fijn vond. Dus mocht je benieuwd zijn welke producten ik niet fijn vond, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin met een lipstick palette. Dit is het 12 Color Palette Magnificent Lipstick Palette. Met een hele mooie afbeelding van de Eiffeltoren erop. Paris Beauty. Ik heb deze ooit een keertje bij de Action gekocht. En hier zitten dus 12 lipstick kleurtjes in. En je krijgt ook een penseeltje. Nou, aan de binnenkant zit een spiegel. Toen die spiegels, die werden toen afgeplakt. En ik heb hem gewoon zo gelaten. Maar er zitten dus 12 kleurtjes in. En die zien er zo uit. Ik zal er even een paar zwartjes. En dan zal ik je ook even uitleggen waarom ze niet mijn voorkeur hadden. Dit zijn de swatches. Je ziet ze niet eens heel erg goed. Maar goed, waarom vond ik ze niet fijn? Ik bracht ze aan. Het zijn eigenlijk ja lipstick. Ik vind het meer lipglossjes. En op zich is dat prima. Maar voordat de kleur echt tot zijn recht kwam, duurde best wel lang. En dan had je eigenlijk de kleur er best leuk op zitten. Maar het vervaagde zo super snel. En omdat ook de producten best wel zacht worden, zeg maar de lipstick kleurtjes, die worden heel zacht, werd het aanbrengen er niet makkelijker van. Dus nee, ik was er niet heel erg van onder de indruk. Ondanks dat er echt wel een paar leuke kleuren bij zaten, vond ik het jammer dat je ze al heel snel niet meer zag. Dus daarom vond ik deze toch niet fijn genoeg om als favoriet te beschouwen. Ondanks dat de verpakking er echt wel heel erg leuk uitziet, vond ik de inhoud toch niet zo geslaagd. Dan heb ik een Extreme Shine Topcoat van Essence. Dat is deze. Deze belooft 86% meer glans. Nou, glanzen doet hij op zich wel. Ik zal even het kwastje laten zien. Ziet er gewoon zo uit. Op zich geeft hij eigenlijk best wel een glans. Daar kan ik absoluut niet over klagen, want hij gaf best wel een mooie glans. Maar wat ik vond als ik de topcoat gebruikte, is dat de nagellak die eronder zat heel snel chipte. En daar baalde ik zo gigantisch van. Want dan had ik echt na 1 dag had ik al gewoon hele lelijke nagels weer. En dat vind ik toch wel echt een nadeel. Ik merk het ook de laatste tijd steeds meer met base coat producten. Ik merk toch dat als ik geen base coat gebruik en geen topcoat gebruik, de nagellak er beter op blijft zitten dan dat ik het wel gebruik. En ik vond het best wel jammer, want ja, ik heb de base coat hiervan geprobeerd. Die vond ik dan overigens wel oké. Maar de topcoat die was echt geen succes, omdat hij mijn nagels veel te snel liet chippen. En daar baal ik gewoon altijd heel erg van. Dan heb ik een oogschaduwstick. Deze is van NYC. Dit is een City Proof 24-hour waterproof eyeshadow. In de kleur 605. Brooklyn Mocha. Dat is deze. Dat is deze stick. Ik had hem al best wel lang. En ik ben hem gewoon eens gaan gebruiken. Het is zo'n stick die je normaal gesproken omhoog en omlaag kunt draaien. Nou, ik zal hem even swatchen. En dan zie je eigenlijk al meteen het probleem. Ik heb hem nu geswatcht. Je ziet letterlijk niks. Deze oogschaduw die doet echt helemaal niks voor je ogen. Ik ging hem aanbrengen en ik ga er dan een paar keer overheen. En ik zag maar niks gebeuren. En ik vond het steeds meer pijn gaan doen toen ik er overheen ging. Ja, ik zag gewoon letterlijk niks met deze stick. Ja, en is het leuk als er echt ook nog eens staat dat hij waterproof is. Maar ja, als er geen pigment van afkomt, dan is het al gauw natuurlijk een bekeken zaak. Dus dat lukte niet. Dus deze vond ik ook absoluut niet fijn. Dan ben ik ook al gelijk toe aan het laatste product. En deze komt uit de Cookies for Santa collectie. Dat was een trendeditie. Daar heb ik een uitgebreide video over opgenomen. De link zal ik daarvan nog even in de beschrijving zetten. Maar dit is de Cookie Lip Scrub. Deze heeft de naam 01 Kisses in the Baking.
Ik ben dol op lipscrubs. Laat ik dat voorop stellen. Mijn lippen zijn best wel snel droog. Ik smeer echt me helemaal gek met lippenbalsems. En als ik veel velletjes heb, vind ik het ook heel fijn om een scrub te gebruiken. Deze scrub ruikt ook heel erg naar vers gebakken koekjes. Dat is wel echt heel erg lekker. Hij ziet er zo uit. Je moet heel goed kijken. En die donkere stukjes die je erin ziet zitten, dat zijn de scrubdeeltjes. Nou, ik ging de scrub aanbrengen. Ik zie de scrubdeeltjes ook bovenop echt wel zitten. Maar de scrubdeeltjes die kwamen niet op mijn lippen terecht. Het is verder ook een heel verzorgend product. Maar die scrubdeeltjes die kwamen me niet op mijn lippen. En ik kon het aanbrengen wat ik wou. Ik kreeg er geen scrubdeeltje van af. En dat vond ik wel heel erg jammer. Want ik vind scrubs echt heel fijn. Ik heb liever ook een wat grovere scrub. Ik moet zeggen dat dat voor de lippen natuurlijk niet altijd goed is. Dus ze zullen sneller kiezen voor een zachtere scrub. Maar de scrubdeeltjes kwamen er gewoon niet van af. En dat vond ik gewoon heel erg jammer. Want hij ruikt super lekker, maar ziet er leuk uit. Maar er kwam geen scrubdeeltje van af. Dus daarom vond ik het niet fijn. Nou, dan waren dit mijn veel producten van november en december. Even kort, maar krachtig zou ik bijna zeggen. 4 producten. Dat is natuurlijk, ja, eigenlijk best wel goed. Want volgens mij heb ik niet vaak gehad dat ik zo weinig producten had. Als ik kijk naar deze maand, wat ik alweer heb getest, dat ik toch alweer een 4-tal producten heb staan die in dit bakje moeten, dan zijn 4 producten netjes. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij misschien een van deze producten ook al eens hebt geprobeerd en of dat jouw mening misschien anders is. Voor mij waren het in ieder geval geen succesnummers. Dus ja, meningen verschillen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. En dan hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!